Voorzitter, de gemiddelde koopkracht zou stijgen met 0,7%. Klopt toch? Ja, Flotters. Voorzitter, gemiddeld stijgt de koopkracht met 0,7%. Het is een quiz hier, waar ik hier zit. Nee, ik wil graag dat we het over hetzelfde hebben. 0,7% koopkracht. Armoedig. Dat voelen mensen helemaal niet in hun portemonnee. We moeten nog maar afwachten of deze kruimels überhaupt wel gegeven gaan worden. Koopkrachtbeloftes zijn nog nooit uitgekomen. Het zijn uw voorgangers die dit soort teksten uiten. Ik ben er niet eens zelf. Ik vind 0,7% echt een ridicuul laag koopkrachtpercentage. Ik ben het eigenlijk ook heel erg eens met de voorgaande spreker die ik net citeerde. Het is Leon de Jong. Het is uw eigen collega van de PVV-fractie die hier vorig jaar zat en precies dit zei. Dus ik weet niet of u bent schizofreen of uw partij is schizofreen. Maar u zegt nu tijd voor iets positiefs. Hetzelfde 0,7% die u vorig jaar nog helemaal afmaakte. Dus wat is het? Is het mooi, die 0,7%, of is het inderdaad zeer armoedig? Heer Flotters, beantwoording. Daarna kunt u uw bijdrage vervolgen. Ah, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, dat zal ik dan in twee stappen doen. Kijk, als de SP zegt, hadden wij meer willen doen? Natuurlijk hadden wij meer willen doen. Natuurlijk hadden wij meer willen doen. Maar we zitten in een coalitie, dan maak je keuzes. Dit is een keuze. Maar de conclusie is, voorzitter, en dat is meer dan de SP ooit heeft bereikt, wil ik daarbij wel even aantekenen, is meer dan de SP ooit heeft bereikt. Iedereen gaat erop vooruit. Is 0,7% minder dan 1% of 2% of 3%? Ja, dat is minder. Had het meer gekund? Ja, we zitten in een coalitie. Maak je keuzes. Maar iedereen, voorzitter, daar zijn we trots op, gaat erop vooruit, voorzitter. En dat is meer dan wat de SP kan zeggen. Voorzitter, ik heb zes hele korte vervolgvragen. Dus die volgen allemaal één op één. Was u voor de 30%-regeling? Hebt u nog meer vervolgvragen dat u die in één keer kunt stellen? Ja, voorzitter, dan kan ik vind de heer Flotters in één keer antwoorden. Ja, voorzitter, dat is prima. Dan gaat de kosten van eigen interrupties van de SP. Ik dacht erom dat we er vier hadden, maar bon, zes zelfs. Dat, nee, 24 dus dat zou ik ook willen voorstellen. Kijk eens aan. Nou, mooi. Want er is namelijk geen limiet op. Voorzitter, nogmaals, het antwoord blijft staan. Je maakt keuzes in coalitieland. Dan maak je keuzes. Wij zijn trots op dit hele pakket, waarbij, nogmaals, voorzitter, iedereen erop vooruit gaat. Voorzitter, ik constateer dat die 30%-regeling niet in het programma van de PVV stond, dat u er ook geen voorstander van was. Stond er in uw programma en bent u het mee eens dat de inkoop eigen aandelen, dat die belastingvrij kunnen, dat we dat moeten stimuleren? Meneer Dijk, mag ik u vragen om uw vragen om voorzitter, uw vragen het zijn, nee, in één keer te stellen, van, oh, dat zijn hele Flotters korte vragen. Het zijn hele korte vragen zonder lange inleiding. En ik heb ze ook aangekondigd. Ik volg er nog vier. We zijn hier wel echt een heel pakket aan maatregelen aan het behandelen. Dus ik wil hier ook graag ruimte voor. Ja, voorzitter, mijn antwoord blijft staan. We zitten in een coalitieland. We hebben geen 76 zetels. Dan maak je keuzes. Dat hebben wij met vier partijen gedaan. Wij zijn trots op de uitkomst, voorzitter. Voorzitter, volgende vraag. Als de PVV een groot voorstander van de btw-verhoging op sport, sportscholen, jongeren die graag willen sporten, cultuur. Ik vat hem wel even samen. Verhoging van de renteaftrekbeperking, verlaging van de overdrachtsbelasting, box 3-compensatie, dat voor een derde naar de staatsschuld zou gaan, oftewel gewone mensen gaan daarvoor opdraaien, en een derde eigenlijk ten koste ging van het koopkrachtpakket. Waren dat allemaal punten waar de PVV voor was? Heer Flotters. Voorzitter, hetzelfde antwoord. Nogmaals, je kunt niet alles hebben, maar even dan toch pak ik even wat inhoudelijke puntjes uit. En die wil ik hem eigenlijk terugbrengen naar de heer Dijk. Kijk, zo'n renteaftrekbeperking, die wordt dan verhoogd. Ja, nee, dat is absoluut zo. Maar is de heer Van Dijk ermee bekend dat daarmee ook juist de woningcorporaties profiteren? Ruim 70 miljoen daarvan gaat naar de woningcorporaties, voorzitter. Nou, dat moet de heer Dijk toch ook aanspreken. Eventjes pak ik er eventjes zo bij, voorzitter, anders wordt het heel eentonig, hoor. Voorzitter, het gaat inderdaad over de eentonigheid waarmee u allemaal mensen dingen heeft beloofd, allemaal dingen niet nakomt. Een mooi verhaal die begint te houden over hoe positief het wel niet is dat mensen 0,7% aan koopkracht vooruit gaan, terwijl uw voorganger vorig jaar dit totaal finaal afmaakte. Voorzitter, echt, ik wil dan de volgende vraag stellen aan de woordvoerder van de PVV. Heeft u een ruggengraat van een banaan? Heer Flotters. Voorzitter, kijk, iedereen, ik doe het gewoon nog een keer hoor. Iedereen gaat erop vooruit, voorzitter. Werkende, 0,7%,
uitkeringsgerechtigden, 0,9%, gepensioneerden 0,6%, gaan er allemaal op vooruit, voorzitter. Wij zitten in coalitieland, wij hebben dat resultaat bereikt. Nogmaals, SP heeft ervan niets bereikt. Ik begrijp dat er een grote teleurstelling is bij de SP. SP had waarschijnlijk wel meer willen doen, maar ja, SP zit niet in de coalitie. SP zit niet in de coalitie, want SP heeft geen resultaat bereikt. Voorzitter, wij met onze overige drie partijen wel. Voorzitter, ik vind het altijd een mooie dingetje, want het is niet de eerste keer dat ik dat hoor. Dan gaat de PVV inderdaad een beetje sneu op deze tour. Ik vroeg of u een ruggengraat van een banaan heeft en dat is gewoon een ja of nee antwoord. En u weet donders goed waar dat op slaat. U levert namelijk alles, maar dan ook echt alles, alles in waar de werkende klasse van Nederland, mensen die afhankelijk zijn van hun inkomen uit arbeid, uitkering, AOW of pensioen, u heeft het allemaal. Allemaal over de schutting gedonderd. Allemaal. En u loopt hier gewoon een positief prietpraatverhaal te houden. Wat zo ontzettend rechts is dat de VVD denkt, oh yes, kom op, nog meer. Ga dit nog meer doen. Ga nog positiever over dit akkoord praten. U deelt alleen maar cadeautjes uit. En u mag me alles verwijten. U mag me ook alles noemen. Ik heb alles in mijn leven gehoord. Echt alle namen, echt prima. Het maakt me echt helemaal niets uit. Maar u komt niet op voor die werkende mensen. U komt alleen maar op voor niet werkende aandeelhouders. En daarom heeft u een ruggengraat van een banaan. En ik wil het u nog een keer vragen. Heeft u een ruggengraat van een banaan? Voorzitter, ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we verhogen het kindgebonden budget. 300 miljoen, voorzitter. We verhogen de huurtoeslag, voorzitter. 500 miljoen. We hebben ook niet dit jaar, ook uitgesteld. Heer Dijk, ook niet de bedoeling. Is aan voorzitter, ik laat toch de heer Dijk ook uitpraten. Ik begrijp dat de heer Dijk graag met krachttermen speelt, voorzitter. Maar laat mij dan even Laat mij dan even een opsomming geven van wat wij, voorzitter, wat wij met deze coalitie allemaal voor elkaar krijgen. Een envelop voor gerichte lastenverlichting voor de burgers, 2,5 miljard. Wij verminderen met meer dan de helft het eigen risico, voorzitter. Meer dan de helft, voorzitter. We hebben een envelop voor groepen in de knel, voorzitter. 500 miljoen. Zijn allemaal dingen, voorzitter, die wij doen juist voor die mensen die werken, voorzitter. Het zijn allemaal mooie resultaten die wij hebben bereikt. Dus ik ga helemaal niet reageren op een banaan of welke fruitschaal dan ook. Voorzitter. U hebt die punt gemaakt. Ik zou heel graag naar mevrouw Matoeg wilde voor de interruptie.